Mede ingegeven door de crisis, zo voorjaar 2008, zijn vastgoed- en projectontwikkelingsbedrijven, bouwbedrijven bezig om hun kostprijs te reduceren. Daarbij komen kreten naar voren zoals Lean en BIM en ketenintegratie en ook opdrachtgevers zoeken dit uit. Veelal zijn dit additionele middelen op zaken die al bekend zijn. Er zijn drie schema's te onderkennen waarin de processen van de bouw te beschrijven zijn. In het verleden was de architect eigenlijk de bouwheer die bestekken maakte en die het uitwerkte. De huidige methode is dat er een bouwmanagementbureau is die een aantal samenwerkende partijen gaat aansturen in een bouwkolom. Maar de nieuwe methode van ketenintegratie is eigenlijk een keten van samenwerking waarbij bedrijven voorwaartse integratie meemaken en waarbij ze daardoor zeg maar kunnen samenwerken. Het oude model is definitief voorbij. De bouw heeft wel met een bepaalde cultuur te maken en er dient ook een cultuuromslag plaats te vinden. En dat kost tijd en daarom heeft ketenintegratie nog wel een lange weg te gaan. Het is belangrijk voor partijen dat ze zelf samenwerkingsverbanden gaan initiëren en dan het liefst project overstijgen, zodat je van elkaar kunt leren en ook doorontwikkelen om dan in de toekomst betere oplossingen te bedenken. Alle disciplines in het bouwproces moeten met elkaar verbonden worden. Nijenhuis Bouwconsulting is een regisseur die koppelingen tussen de verschillende partijen legt, waardoor de samenwerking zo optimaal mogelijk kan verlopen. Stichting Rozengaarde levert zorg aan de burger in de gemeente Dalfsen als multidienstverlener om de regie van de cliënt te kunnen ondersteunen. Om de cliëntregie volledig te kunnen ondersteunen is ook welzijn een heel erg belangrijk onderdeel. En daarom is een ruimte daarvoor te creëren van belang. En om die reden is ondersteuning voor een bouw heel erg van belang. Nijenhuis ondersteunt om de ontmoetingsruimte daadwerkelijk te kunnen realiseren. Zij hebben de expertise om ons die ondersteuning te bieden. Door de samenwerking dusdanig vorm te geven, dat alle lagen binnen de organisatie betrokken zijn met de ontwikkeling om daadwerkelijk die realisatie van die ontmoetingsruimte zo te kunnen creëren, is daar een belangrijke bijdrage van Nijenhuis op deze basis ingezet. De samenwerking levert op dat je met alle lagen binnen de organisatie tot uiteindelijk het ontmoetingsruimte zoals wij wensen komen. Bij dit soort projecten is het zeer belangrijk om elkaars taal te spreken, om daar op die basis gebruik te kunnen maken van de expertise van elkaar. Voor een optimale ketenintegratie zijn er een paar essentiële voorwaarden. Het belangrijkste is wel vertrouwen. En om vertrouwen te krijgen moet je eerst vertrouwen geven. Daarnaast zijn lef en een projectoverkoepelende samenwerking ook belangrijke voorwaarden.